Ja, waar te beginnen, hè? BBC schrijft meedogenloos briljant. We kunnen het ook hebben over de winbacks. Meedogenloos waren ze. Ja, dat waren ze wel. Huh? Ik denk 4 kansen, 3 goals. Dan doe je het, op zich doe je het dat niet verkeerd. Maar, wat zei je daarna? We kunnen over de wingbacks. Wingbacks, ja. Geweldig, hè? Tot dusver nog helemaal niets laten zien, dit toernooi. Daley Blind wat meer dan Dumfries. Ja, Dumfries bij alle 3 de goals betrokken. Bij de 2e goal de ene wingback op de andere wingback. Ja. En bij de 3e goal de andere wingback op de ene wingback. Ja. En zo gaan we maar door. Nou, dus, nee, maar dit was een geweldig opwarmertje naar de kwartfinale. Want ook Amerika, die vielen toch wel zo verschrikkelijk tegen. Die konden gewoon helemaal niet voetballen. Nee, ze begonnen natuurlijk nogal enthousiast. Ze kregen meteen een hele grote kans. Enorme kans, ja. Ik had het idee dat hij dacht dat hij misschien buitenspel stond. Want anders had hij gewoon kunnen aannemen. Want dat alle ruimte, Pulisic, die toch meedeed. En ja, daar kwam Nederland zelf er goed weg. En de eerste, de beste aanval. Hij ging wel over 20 schijven. Een record. Was wel mooi, hè? Was een hele mooie aanval. Uit het boekje echt een 5-3-2 aanval. En die, toen was het gelijk bingo. En die Amerikanen die kwamen niet meer aan te pas. En toen lieten ze zich ook nog in de maling nemen in de 46e minuut. Ja, dan moet je de wedstrijd natuurlijk uitspelen. Moet je desnoods een bal over de zijlijn of over de achterlijn schieten. Maar niet weggeven aan je tegenstander. En daar profiteerde Nederland opnieuw van. Ja. En toen dacht ik van, dit wordt een week extra Qatar. Ik proef een beetje, hier worden de rolkoffertjes al... Ja, lekker geluid, al gaan, maar wij blijven nog even in het Subaru Hotel. Maar ik proef een beetje positiviteit. Nee, in zoverre positiviteit. Hè. Dit is ook wat je mocht verwachten van het Nederlands elftal met deze loting. Alleen het spel aan de bal was natuurlijk weer dramatisch. De eerste helft was echt, tussen die 2 goals was slaapverwekkend. Mm-hmm. Dus het was helemaal niet zo goed. En heel opvallend was dat Louis van Gaal dat ook vertelde. Dat in balbezit nergens op leek. Ja. Nou, en als je Frenkie de Jong ziet, dat is geen schim van de Frenkie de Jong die we soms zien en die we kennen. Dus nee, dat was weer heel armoedig. Ballen die werden ingeleverd, gewoon ballen lukraak wegschieten. En als je nou zegt van, we hebben Argentinië, Frankrijk of... Duitsland, dat zal ik maar niet zeggen. Tegenover ons of Brazilië, dan kan ik me er iets bij voorstellen dat je onder de druk uit wil komen. Maar dit Amerika, dat lijkt me nergens op. En wat is nou provocerende pressing? Provocerende pressing is met z'n allen met je reet in je eigen 16 gaan staan. Ja. Of tegen je eigen 16 gaan staan. Ja. En lekker wachten. En dan komt de tegenstander wel, en dan komt de tegenstander. En die wordt overmoedig. En dan, woef, eruit. En dan, dan counteren. Want dat is het natuurlijk. Nederland speelt ordinair countervoetbal waar Helenio Herrera, je kent hem niet, je kent hem wel. De oud-coach onder andere van Internationale, uitvinder van het Catenaccio, de koning van de counter, bij verbleekt. Is Louis van Gaal de koning van de counter van dit WK? Op dit WK ongetwijfeld. Nou, de kop is gemaakt dus. Van de podcast, van de video. De podcast komt nog later ook te beluisteren en te zien. Op alle bij kanalen. Ons, op alle kanalen. Ja, Valentijn, dit was eigenlijk toch een makkelijke overwinning. Ja, verschrikkelijk makkelijk, werkelijk waar. Ook bij die 2-1. Weet die jongen natuurlijk, die Wright, die weet echt niet wat hij deed. Die bal die viel er gewoon in. Nou, daarna hadden ze nog een kleine kans. Noppert reageerde heel alert. Die was ook in de eerste helft een keer heel goed. En toen viel heel snel die 3-1. Toen was het verzet gebroken. En dan na afloop hoor je die Amerikanen. Ja, die hebben toch echt naar een hele andere wedstrijd zien kijken. Ja. Dus, maar ja, het was een beetje aandoenlijk bijna, hè, als je het iets uitvergroot. Ze wilden heel graag. Het waren allemaal jochies, allemaal pupillen. En dan komen ze in het grote mannenvoetbal. En dan weten ze zich individueel niet staande te houden, maar ook als team niet en qua tactiek niet. Totaal niet ingespeeld op wat het Nederlands elftal deed. Iedereen weet wat het Nederlands elftal graag wil, onder andere met die wingbacks. Ja, dan moet je je daar natuurlijk wel op instellen, want je bent natuurlijk niet beter dan Nederland. Dat moet je niet denken. Nee. Mooi dat Dumfries inderdaad weer zijn vorm heeft te pakken van het vorige EK natuurlijk. Ja, waar hij een paar mooie wedstrijden speelt. Eén wedstrijdje, maakt nog geen zomer. Jij weet hem. Maar Depay nog even benoemen, want die is natuurlijk klaargestoomd tot fitheid. En het lijkt nu wel dat zo is. Eigenlijk het hele elftal is klaargestoomd voor zowel qua fitheid als qua systeem. Want het systeem zit er wel beter in. Zeker defensief. Aanvallend kan het nog wel wat beter aan de bal. Maar als je die counters ziet, die zijn natuurlijk vlijmscherp. Levensgevaarlijk. Dus wat dat betreft gaat het gelijk houdt het gelijke tred tussen Depay en het Nederlands elftal. Maar Depay was ook degene die natuurlijk de
tegentreffer in Leiden. Ja. Hè, met dat rare balletje terug. Hè, toen kwam er een bal op de paal, of bijna op de paal. Er werd een corner en toen scoorde ze. We kunnen door blijven gaan natuurlijk tot aan de podcast. Maar de reeks zonder verliespartijen van Gaal op wereldkampioenschappen voetbal wordt wel heel lang. 18 jaar voor die met penalties, maar als je kijkt, twee WK's lang, eigenlijk helemaal niet verloren. Nee, en hoeveel goede tegenstanders gehad? Drie goede tegenstanders tot nu toe. Spanje was wereldkampioen. Argentinië. Brazilië, dat lag natuurlijk helemaal aan flarden, want die hadden daarvoor met 7-0 verloren van Duitsland. Dus ja, twee echte testcases. Die volgt nu natuurlijk op vrijdag. Op naar de volgende, Nederland-Argentinië. Ja, daar hopen we op. Oké, zou mooi zijn. Of hoop je op Australië? Nee, Argentinië. Nou, vind ik ook. Dankjewel.